Een hele goede middag, avond, s'avonds, ochtends, het ligt eraan wanneer je dit kijkt. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video hier op Quinka. We zijn weer in de bus en vandaag hebben we weer een leuk dienstje in Krimpen. Zoals jullie gewend zijn natuurlijk, de homebase vestiging waar ik altijd zit. Standaard ben ik hier eigenlijk altijd aan het draaien, al 5 jaar lang jongens. Leuk dat jullie kijken in deze video. Ik zou zeggen, blijf vooral kijken. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat nu. Abonneer op Quinka. Abonneer ook op mijn social media. Social media, kan je op abonneren? Kan je ook abonneren op Instagram? Is dat abonneren? Maakt niet uit. Volg me op Instagram, @QuincyReuner. Linkje staat in de beschrijving. En join gezegd de Discord als je mij ook wel eens een keer in het echt wil spreken. Dat zou super leuk zijn. We gaan snel door met de video. Even zeggen, veel kijkplezier. Oh. Goeiedag. Ja, Capelle aan de IJssel. Dat heeft u helemaal goed gedaan. En dan wat u het volgende kan doen, is als u hier bij de metro, de eerste roltrap, links. Dus laten we met de video beginnen. Veel kijkplezier. Maar voordat we verder gaan met de vlog, jongens, gaan we even kijken naar de 194-292. Waar ik lekker over de dijk heen kan rijden met het heerlijke weer wat op dit moment is, jongens. Het wordt weer minder, maar het is een hele warme week geweest. En ik wil even de 194 nog een keertje laten zien met een mooie blauwe lucht en langs de dijk. Dus ik zou zeggen, kijk eens mee. En dan gaan we ook gelijk de 292 terug doen richting Rotterdam-Kapelsebrug. Follow me.
jongens. Ik ga helemaal stukje. Ik heb natuurlijk al vaak tegen jullie gezegd dat ik door het gebied rijd waar Gio ook woont. En ik zag hem net toevallig weer rijden. En wat ik eigenlijk altijd doe als ik hem zie en als hij mij ziet, dat ik dan even mijn knipperlichtjes heen en weer doe, zodat hij weet van, hé, dat is die busje die mij kent. Gebeurde nu weer, maar dan ging hij weer filmen. Ging ik weer toeteren. Ging helemaal nergens over gewoon. Maar ik vond het wel grappig. Ja, jongens, dat hoort er ook bij. Af en toe moet je gewoon een beetje een lolletje kunnen maken. En dat heb ik ook gedaan. En in de volgende vlog zal ik dat stuk wel even erin knippen, dat ik dat doe. En ja, super grappig. Ik ben benieuwd of je deze video kijkt. Denk het niet. Maar grappig. Ja, toch? Nou, ik sta hier op de Kapelse Brug en ik ga zo weer verder rijden. En ik heb nog wat huishoudelijke mededelingen betreft de video's van aankomende tijd. Dus blijf vooral even kijken. Oké, lieve mensen. Ik hoop dat je mij een beetje goed kunnen zien. Ik hoop het in ieder geval. Ik wou even nog wat dingetjes vertellen over de vlogs in de toekomst. En ik heb een aantal leuke ideetjes bedacht. Die ik alvast kan uitwerken. Die worden ook opgenomen binnenkort. Want zoals jullie weten upload ik elke woensdag en zaterdag om 4 uur. Nou, dat gaat hartstikke goed nog steeds. En ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. En elke keer staat er ook gewoon een video voor jullie klaar. Met hoge uitzonderingen is het soms wat later. Maar ja, dat gebeurt echt heel weinig. Maar nu leek het me leuk om ook wat content te maken buiten. Zeg maar, tenminste niet buiten de bus. Maar meer te uploaden af en toe tussendoor. Dus ik zat zo na te denken. Ik denk dat ik die cabineritten af en toe nog wel eens even tussendoor upload. En als ik op vakantie ben, dat ik dan iemand anders laat vloggen. En dat is namelijk Mikael. En Mikael heb je al eens eerder gezien in de video's. Ik heb hem gevraagd of hij binnenkort 2 vlogs voor mij wil opnemen. Zodat ik die dan later kan editen en dan kan online zetten. Dat zijn alleen wel vlogs die tijdloos zijn. Dus dat moeten eigenlijk video's zijn die... die ik gewoon ook kan uploaden in december als het zo is. Maar die ga ik dus voor hem editen. Dus binnenkort kun je ook een vlog zien van Mikael als een andere buschauffeur. En ik ga nog een keer mee met een andere buschauffeur. En daar ga ik niet te veel over zeggen, maar dat wordt ook heel leuk. En dat van net, jongens, dat hier wil gebeuren. Ik vind het wel grappig, weet je. Want kijk, ik ken hem natuurlijk van YouTube. Hij kent mij niet. Hij heeft geen idee wie ik ben. Hij was eerder gezien natuurlijk op de weg, weet je wel. Toen had ik hem een keer eerder gezien. Maar daar gaan we in de volgende video over praten. De volgende video wordt ook een special trouwens. Dat wordt echt een hele grote video. Want we hebben namelijk de 5555 abonnees gehaald. En nu is het ondertussen alweer 56 geworden. We gaan al bijna richting de 57 volgens mij. Het is echt bizar. Maar die video komt dus ook online. Die komt woensdag online. Dat is een extra lange video met wat special guests. Althans... iemand die je niet gaat verwachten die in de vlog gaat komen. Die komt in de vlog. De meeste zullen hem kennen, sommigen niet. Maar dat is in ieder geval de planning. Dan weet je dat een beetje. Ik ben nog steeds echt tot het besef gekomen. Niet eens. Zie je, ik kom eens op mijn woorden. Het is zo ontiegelijk gaaf hoe jullie zo lekker reageren onder mijn video's. Hoe jullie dus lekker aan het kijken zijn. Ik lees elke reactie. En ik kan niet elke reactie ook beantwoorden op YouTube. Want soms heb ik er gewoon geen tijd voor. Maar ik lees ze allemaal. En ik waardeer jullie zo erg. Ook voor de mensen die pas hun busrijbewijs hebben gehaald. Die mijn video's gebruiken als inspiratie voor om misschien dingen te leren. Dat ten eerste. De mensen die gewoon kijken omdat ze het leuk vinden. De mensen die dat echt als hobby hebben. Geweldig, jongens. We zijn niet alleen. En als je dus je een beetje schaamt om busspotter te zijn. Om van bussen te houden. Of van de trein of van het vliegtuig. Schaam je vooral niet, want er zijn meer mensen die het leuk vinden en je bent niet de enige. Het is natuurlijk niet zo, net zoals vroeger op school. Vroeger op school werd je daar wel eens door gepest, weet je. Van, bussen, treinen, haha, weet je wel, gek. Maar, tegenwoordig jongens, je hebt zo zat van mensen waar je passie mee kan delen. En het is helemaal niet gek als je van bussen houdt of van treinen. Wou ik gewoon even zeggen, omdat jullie zijn allemaal één voor één gewoon toppers. En ik waardeer jullie ook heel erg. En niet om te slijmen of iets, want daar hou ik niet van. Maar het is gewoon zo. En ik vind dat jullie dat mogen horen. Ik ga even nog wat kleine reacties van jullie doornemen. Ik vind het wel grappig om even snel tussendoor te doen. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Om ook jullie een beetje te horen en te zien, zoals ik net al zei. User UW88KI7RJ. Die zegt, teken dat je het zo goed doet. Wees er trots op. Je doet het supergoed. Is speciaal voor jou. Nou, dat is waarschijnlijk omdat ik het heel vaak zeg. Dat ik jullie heel dankbaar ben voor de abonnees. En voor het kijken. Echt jongens, dat vind ik zo bijzonder. En ik hou echt voor je 1 voor 1. Ik kijk er graag naar met een lach en soms ook met een traan, omdat mijn overleden vader dit ook ooit heeft gedaan. Hij was buschauffeur toen hij nog bij de NZH in Leiden. Dank hiervoor en ik blijf je volgen. Nou kijk, dit is dus precies de reden waarom ik dit doe. Gewoon dit soort mooie reacties, echt prachtig. Dit vind ik echt prachtig. En dit doet me ook wel gewoon wat. Dit vind ik oprecht zo mooi om te zien. Dat mensen hieruit misschien een beetje een soort van... steun of iets, weet je wel, dat doet me echt goed. Echt geweldig, hier hou ik echt van. Super.
Super reactie. Ik kan het gewoon niet anders zeggen. Ik vind het echt mooi. Ik zie ook een aantal reacties van mensen die heel graag in een AI-lied willen. En dat gaan we regelen. Dus als je in een AI-lied wil, is de kans groot aanwezig dat je erin komt. Dus laat het in de comments weten. En aan het einde van de video drop ik dan elke weer een ander nummer. En heel veel mensen vragen ook dat doe. Nou, ga ik nog even geheim houden natuurlijk. Hè. Reindert Klarenbeek zegt... Mooie vlog weer vandaag. Als je op een station staat, moet je ook wachten op de trein voor over te stappen. Het hoeft niet, maar ik doe het meestal. Als ik een trein aan zie komen of een metro, dan wacht ik altijd even. En als dan mensen zijn overgestapt, stappen ze bij mij in. Daar heb ik gewoon respect voor, daar wacht ik altijd even op. Weer een leuke vlog en 10.000 abonnees ga je zeker halen. Gegund. Tja, jaloerse mensen heb je altijd, negatieve mensen idem. Ik hoorde laatst iemand die ging zingen, Cry Me Arriva. Een melodie van Justin Timberlake. Zijn die mensen bij mijn bus? Ik ga stuk. Wat gebeurt hier? Ik zie opeens mensen bij mijn deur kijken en ze wouden. Ze zijn voor me iets verloren. Ik ga dat even. Dit is wel grappig, jongens. Die kunnen wel lachen. Ja, voor de meeste mensen die het willen natuurlijk heel graag weten. Ik rijd met de 8817. En er staat ook Utrecht op, dus dat betekent dat we zo gaan rijden. En mijn collega Peter staat met de 8820. Dus ja, altijd goed om te weten namelijk, hè. Hey Peter, werk ze! Ja, jij ook, hè? Pas je op. Hey, succes, hè! Het kan glad zijn, hè, onderweg. Ja, dan moet ik wel een beetje bijsturen, denk ik. Ja, je moet echt uitkijken, hoor, want het is echt... Super glad buiten. Super glad, man. Nou, dan ga ik snel maar weg dan. Muil, echt waar. Nee. We zijn weer op Utrecht en ik ga weer verder met wat reacties lezen, want dat had ik natuurlijk al beloofd dat ik dat zou doen. Een reactie van Nico, die zegt, hoe vind je reizen met de trein, Quincy? Dat doe je ook wel eens. Klopt, ik ga wel eens met de trein. En ik ben van plan om meer van die reisvideo's te maken, jongens. Alleen, ik heb nooit echt heel veel tijd. En weet je, ik doe nooit dat soort dingen in mijn eentje. Want ja, ik ben helemaal nieuw in dat uitzoeken waar je het beste heen kan. Weet je, want dan stap ik daar in een bus en dan zit ik ergens gestrand. Dat gebeurt mij wel eens. Nou, nog een reactie van Inge Werk Kubiak. Die zegt, weet jij alle routes zo uit je hoofd of gebruik je er navigatie voor? Nou, eigenlijk alleen voor de stadslijnen. In Leiden en sommige streeklijnen gebruik ik de navigatie. Maar anders niet, anders rijd ik alles uit mijn hoofd. Dat heb ik allemaal geleerd en het duurt altijd even. Maar uiteindelijk heb je er ook wat aan. En zo heb ik dus al die lijnen uit mijn hoofd geleerd. Aan het begin gaat er natuurlijk een mentor mee met je. Die gaat je 3 weken lang de lijnen uit je hoofd laten rijden. En soms ga je al sneller met passagiers rijden. Soms duurt het leeg, soms niet. Ligt er even aan hoe je het doet. Maar dan weet je dat in ieder geval. Ja, het is nu in ieder geval... Vrijdag de 28e en zaterdag 29 geweest via online. Op het moment dat deze via online is, ben ik in Drievliet aan het werk. En zondag ga ik naar de Efteling. Dus mocht je in de Efteling zijn, dan kan je mij tegenkomen. Dan weet je dat in ieder geval. Ik ga een nieuwe Piranha uittesten. En ik ga dat niet vloggen, want dat hou ik voor een ander moment. En ik zeg, hou de vlog van woensdag vooral in de gaten. Jongens, dat wordt heel grappig. Dat wordt heel leuk. Nu al zin in. Zo, dit is even een hele andere camera ook, jongens. Hey. Nou, ik ben dus nu onderweg richting de stalling, want het is alweer klaar voor vandaag. En jongens, wat een rit was dit zeg. Lekker druk, maar er kwam ook geen einde meer aan. Kijk, deze camera-engel kan ik echt alleen nu doen, omdat ik even met jullie wou kletsen. Ik ben ondertussen gewoon vol met de weg bezig, dus... Ik weet niet wat het was, maar er waren blijkbaar kijkers. Oké, jongens, dit moet ik gelijk even vertellen. Dit gebeurt best wel vaak. Dat er mensen zijn die mij dus herkennen en dus mij aanspreken. Ik vind het heel grappig, maar ik moet er echt wel aan wennen, want het is voor mij ook helemaal nieuw natuurlijk. En ik vind het ook wel weer tof tegelijkertijd. Even al de collega's gedag zeggen. Nee, maar het is echt een bizarre dag vandaag, jongens. Zo zie je maar weer, elke dag is anders. Het begon natuurlijk met mijn rustige ritje naar Lekkerkerk. Of dat krimp naar de Lek eigenlijk, naar de Lekkerkerk. En daarna kwam ik Gio Latoy tegen. Dat is altijd wel grappig, want Gio die heb ik natuurlijk net in de vlog ook uitgelegd. Maar ik heb 2 jaar geleden al eerder contact mee gehad. Was voor iets heel leuks. Wellicht dat in de toekomst nog een keer kan gebeuren. Maar hij was even weer gezellig, weet je wel. Heeft daar ook weer een leuk stukje voor in zijn vlog. Maar ja, even kijken. Voor mij is het hartstikke normaal, weet je. Dat ik op die bus rijd, dat ik dan zwaai naar mensen of een toet in iemand, weet je wel.
Maar ja, voor mensen zoals hem, die zijn het helemaal niet gewend. Dus dat is voor hem dan content, zeg maar. Dat vind ik grappig. Dus dat gun ik hem wel. Maar ja, dat was wel een lekker dienstje zo vandaag. Met de 8817. Echt een fijne bus is het. En ik moet je zeggen dat ik het echt wel weer lekker vind dat het zomer is. En dat alles weer de goede kant op gaat met het weer. Nou moet je net zeggen dat dit de laatste lekkere warme dag is voor jullie. Want het wordt, morgen wordt het alweer rond de 20, 19 graden. Maar ja, dat vind ik ook wel lekker, want die hele warme dagen vind ik ook weer iets too much. Maar ja, dat wou ik nog even zeggen. Nou, tegelijkertijd wou ik ook nog even vragen, als je me nog niet volgt op Instagram, volg me dan gewoon op Vinci Reunen, superleuk. Daar plaats ik eigenlijk heel veel stories over waar ik ben. En ja, wat ik aan het rijden ben, of dat ik iets in een pretpark aan het doen ben. Dus als je dat interessant vindt, moet je dat kijken. Dan moet je niet, dat kan je kijken. En je kan me ook natuurlijk op YouTube abonneren, want dat hebben jullie al, want anders kijk je deze video niet. Of je kan ook zelfs de Discord joinen, er staat ook een link in de beschrijving. En ja, daar zit ook regelmatig zit ik daarin en dan praat ik wel eens met kijkers. En het is super gezellig daar in de groep. Soms zijn er wel dingetjes waar ik mezelf denk van, oké, je hebt echt geen verstand van. Dus echt hele gesprekken gaan er rond. Er gaan over OV gaan er gesprekken. Er gaan er gesprekken over attracties. Echt van alles gaat er rond. Maar ik ga nu lekker naar huis en dan tank ik mijn bus nog even af. En dan is het alweer over voor mij voor vandaag. Want sowieso is mijn laatste dienst. En volgende week heb ik weer de vroege. Dus dan gaan jullie weer vroege dienst zien. Nou, natuurlijk heb ik dinsdag ook weer een hele leuke dag op de boeg. Wordt wel een zware dag, maar het gaat wel goed komen. Ik red dat meestal wel. En nogmaals, mochten jullie vragen hebben over het buschauffeur zijn of het vak of iets anders, kan je altijd in de comments reageren met dat je een idee hebt van een vraag of iets. Want dan zal ik dat in de volgende video proberen mee te nemen. Ik kan niet alle vragen doen en sommige vragen heb ik al vaker behandeld. Maar dan weet je in ieder geval hoe dat werkt en hoe dat in zijn werking gaat. Als je iets van een samenwerking wil met YouTube of iets anders, kan je me altijd een mailtje sturen naar quinkazakelijk@hotmail.com. En als je dat hebt gedaan, dan gaan we met jou in contact. Ja, superleuk. Maar lieve mensen, vonden jullie dit nou een leuke video? Laat het dan weten in de comments. Abonneer op Quinka. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. En dat is natuurlijk best aardig snel, moet je zeggen. Ik kan niet wachten, want ik vind het alleen maar leuk om video's voor jullie te maken. Maar voordat we de video eindigen, je weet dat we eigenlijk altijd eindigen met een AI-ID, toch? Dat weten jullie toch wel, hè? Nou oké, vooruit dan maar. Dan gaan we. AI-ID in 3, 2, 1. Tot de volgende video, jongens. Doei! Dat was weer een video van Quinka. Jullie hebben het allemaal gezien. Hij is weer aan het rijden geweest en dat wist Truant even. Hij geniet nog elke dag van het leven. Oh, rij maar mee en zing maar mee. Doe je gordel maar om en zit maar goed, want Quinka rijdt de bus voorgoed. Daar komt Levi Colijn aan en die zag dit nummer wel staan. Hij stond even op, oh yeah. En dacht bij zichzelf, rij maar mee en zing maar mee. Doe je gordel maar om en zit maar goed, want Quinka rijdt de bus voorgoed. Maar mensen, luister even goed, want David wil wat zeggen. Daar komt David aan en hij zingt. Rij maar mee en zing maar mee. Doe je gordel maar om en zit maar goed, want Quinka rijdt de bus voorgoed. Zing maar mee, doe je gordel maar om en zit maar goed, want Quinka rijdt